Goedemorgen, het is vroeg, het is 7:30 en voor de firma Mooi Bedacht ben ik nu te gast in Groenlo, waar Groenlo eigenlijk over gaat in Beltrum. En ik ben op weg naar mijn eerste gast, een vrouw die een verzoek heeft, die zei, ja, ik heb wel zo'n fabriek, zo'n bedrijf waar ik dolgraag eens een kijkje achter de schermen zou willen nemen. Ik ging er als kind altijd al langs en nou ja, vandaag ga ik een beetje haar wens in vervulling laten gaan. We gaan kijken of ze thuis is. Ze heet Astrid. En het is stormachtig weer. Astrid, je hebt een mail naar me gestuurd. Waar wil je gaan kijken? Nou, ik rijd dagelijks langs de leerlooierij in Lichtenvoorde. Ja. En dan wou ik graag eens achter die deuren kijken. Wat daar gebeurt op die werkvloer. Oké. Een leerlooierij. Een leerlooierij. Nou, ik ga ervoor zorgen dat jij alle hoeken en gaten krijgt te zien van dat bedrijf. Nou, dat zou heel mooi zijn, Jochem. En ik denk dat er veel te zien is, dus ik stel voor om meteen te gaan. Dan gaan we meteen. Ja. Nu. Waarom zou je nou zo graag juist bij Hulshof achter de schermen willen kijken? Nou, Jochem, vroeger kwam ik er als kind altijd langs. Ja. En toen dacht ik, wat gebeurt er eigenlijk? Ik wist dat er leer verwerkt werd. Maar voor de rest ben ik er eigenlijk nooit geweest. En de herinneringen die je hebt aan de leerlooierij Hulshof, waar denk je dan aan? Dat is specifiek die geur. De geur? De geur. Oké. Was dat een prettige geur? Nee, het was geen prettige geur. Geen prettige geur. Maar het had ook weer wat bijzonders. Ja, ja. Dus eigenlijk is het een stukje jeugdsentiment. Eigenlijk is het een beetje nostalgie. En na al die jaren dat je er voorbij komt, langsgaat en je afgevraagd hebt van wat zou daar gebeuren, gaan we dat vandaag bekijken. Volgens mij is het hier links. Daar heb je wel zo ver wat. Ja. Wat verwacht je eigenlijk? Een grote hal, denk ik, met veel huiden. Die gelooid worden. Ja, maar hoe dat en de gaat? Verwerking daarvan hoe het geverfd wordt. Hoe het bewerkt wordt. En voor de rest laat ik me eigenlijk verrassen. Omdat ja, ik het eigenlijk ik niet helemaal, weet. Jij weet altijd meer. Jij weet in ieder geval al hoe het er van buiten uitzag altijd. Een hele goede morgen. Goedemorgen. De firma Mooi Bedacht is in de hout. Oftewel, ik ben Jochem, dit is Astrid. En wij zouden eigenlijk dolgraag vandaag hier eens rond willen kijken. Rond willen kijken? Ja. Hebben jullie een afspraak? Nee, we hebben geen afspraak. Geen afspraak. Dat hebben we dan nog niet. Ja, dan kan ik maar één iemand bellen, dat is Bob. Bob, nou als je dat zou willen doen, graag. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Dag, Jochem, Bob, Astrid, firma Mooi Bedacht op Gelderland. We hebben eigenlijk een verzoek voor je. En eigenlijk heeft Astrid een verzoek voor je. Ja, Bob, we zouden graag rond willen kijken. Oké, wanneer moet dat gaan gebeuren? Maak een afspraak. Nu? Nou ja, nu. Nu? Wat ooit begon als traditionele slagerij in 1847 is nu uitgegroeid tot een internationaal leerlooibedrijf. De armoede eind 1800 bracht de familie Hulshof ertoe om ook de huiden van de runderen te bewerken. Nu, 135 jaar later, is dit leerlooibedrijf uitgegroeid tot een internationaal bedrijf met vestigingen in Amerika, Roemenië en hier in Lichtenvoorde. En is de enige leerlooier in Nederland die dit ambacht nog uitvoert. 130 medewerkers bewerken hier dagelijks runderhuiden tot leer, maar produceren ook biogas en proteïne voor de vleesindustrie. Nou, welkom in de looierij. Zo. Nou, daar kan je ruiken, Bob. Het is een beetje slecht deze geur. Een beetje wel, hè? Ja. Nou, dit is dus meteen begin. Een frisse start van de nieuwe aflevering. Ja, je zou het niet zeggen, maar dit noemen wij verse huiden. Die worden, ook wel redelijk vers uit, moet ik zeggen. Die worden gekoeld aangeleverd. Ja. En je kunt ook een vorm hebben dat ze gezouten worden aangeleverd. Alleen, dan heb je weer meer afvalwater. Dus je moet eerst het zouten uitwassen. En dat willen wij niet. We willen zo milieuvriendelijk mogelijk bezig zijn.
Dus vandaag gekoeld aanleveren van verse huiden. En zo snel mogelijk de vaten in, zodat we aan het proces kunnen beginnen. Ze worden hier dus niet gevild, nee, de beesten? Nee, ze komen gevild met een vrachtwagen binnen. Vanaf de slachthuizen. Ja. Ja, en dit is dus het begin van het proces. En hoeveel koeien liggen hier nou in? Dit zijn geen koeien. Nee? Ja, dat kun je misschien niet zien, maar dit zijn stieren. We werken alleen maar met stieren. Nou, deze komen of uit Noord-Duitsland of uit Zuid-Duitsland. Dus we werken altijd een gesloten partij, of Noord-Duits of Zuid-Duits. Want? Ja, dat heeft te maken met het vervolg in het proces. Als wij dat mixen, dan krijg je dus verschil in structuren en in oppervlaktes. Dat gaat niet goed. Dus onze recepturen die we draaien, die zijn afgestemd op een bepaald soort beest. Waarom geen Hollandse stieren? Ja, dat zijn er dan toch te weinig. We hebben de contacten in Duitsland bij grote slachterijen, bij grote huidenhandel, dat je dus gesloten batches in één keer hier naartoe krijgt. Of we moeten veel meer biefstuk gaan eten in Nederland, dan kunnen we misschien wel genoeg krijgen. Zit hem in de aantallen? Ja, zit hem in de aantallen. Ja. En hoeveel huiden gaan er zo per dag doorheen hier? Aan deze kant kunnen we maximaal 1200 huiden per dag draaien. 1200? En een huid is zo'n beetje hoeveel vierkante meter? Voor het gemak 5. 5 vierkante meter. 5. 1200. 5. 6000. Ja, kan je toch een kwart voetbalveld kan je er toch even mee bedekken. Ja, je hebt er niks aan, maar je zou het kunnen. Ja, dat zou kunnen. Ik heb toch een beetje het idee alsof ik in The Silence of the Cows zit, hoor. Als je zo die vellen... Vind je nog leuk, Astrid? Ja, zeker. Wel, ja. Hè? En ik weet niet hoe zit met jouw maag, hoe gevoelig jouw maag is. Je gaat wel even iets anders denken, hè? Hoeveel stieren daar geslacht moeten worden. En hoeveel liggen er hier nou zo'n beetje in de bak? Dit zijn... stiertjes? Denk ik 500 ongeveer. Ja, maar die kan nog. Moet verder gaan. Die kan nog, oké. Ja. Geef wat, hè? We maken wat mee zo. Ja. Nou, volgens mij hebben we het ergste nu al meteen gehad. Voordat we tasje in de hand hebben, hè? Nou naar de plek waar de huiden, de verse huiden, het vat in verdwijnen. Ja. Nou, hier verdwijnen dus die verse huiden in het vat en beginnen we aan het eerste stap van het proces. Ja. Hier wordt gewassen, hier wordt gekalkt, zoals wij dat noemen, gekalkt en onthaard. De haren die gaan hier van de huid af. En je kunt dat op twee manieren doen. Je kunt het met chemie doen, dat je dat haar gewoon oplost. Ja. Maar dat vinden wij niet milieuvriendelijk, dat doen wij dus niet. Wij zorgen dat het haarzakje opgeweekt wordt en dat het haartje losgaat van de huid. De stierenhuiden worden 24 uur gewassen in deze enorme trommels om zo de huid van haar en mest te ontdoen. Dit is de eerste stap om de huid geschikt te maken voor leer. Het is toch een soort geboorte eigenlijk, hè? Niet dan? Heb ik die associatie krijg ik meteen dat je denkt, nou... We noemen hem. En we noemen ze. Ja. Dus de huiden zijn nu gekalkt. Ze zijn gewassen, ze zijn onthaard en ze zijn gekalkt. En ze worden nu uitgestort voor het volgende onderdeel. En de bloot, zoals die heet, die verdwijnt in de put. Okay. Gaat met de glijbaan gaat hij de put in en dan kunnen ze ze daar aanhaken. Dus misschien wel iets voor jou, Jochen. Om even in de put mee te helpen. Om in de put te zitten weer. Ja. Jij wil nou echt in de put hebben, hè? Is het voor jou? Dat is een bekend terrein voor mij. Zo. Dit is dus de put. Jullie staan in de put, hè? Dit is de put. Ja. En de hele dag zijn jullie dus vellen eruit aan het halen en aan de haak. Ja. En hoe weet je dan waar je hem vast moet pakken? De nek. Bij de nek? Ja. Maar ik zie geen nek meer? Ja, altijd nek. Ja, maar hoe weet ik wat waar zit de nek? Voor het is net voor de machine. Ja, maar waar is de nek? Hier.
dit? Ja. Dat is de nek? Ja, ja. Oké. Okay. En leuk te vinden. Hij vond dit leuk te vinden. Nee. Oh! De voorkant. Zo. Zo, jongen. Alles overleefd, jongen. Ben je trots op, of niet? Heel trots. Hoe ging het? Alles overleefd, nou ja, jongen. Nou ja, overleefd. Het scheelt dat ze dood zijn, hè. Jongens zijn niet meer te vangen. Nee, dat is. Dat maakt het een stuk makkelijk, maar het is wel zwaar. Ja. En bij het nek wel, hè. Dat is dan... Bij het nekkie pakken. Bij het nekkie pakken. Heb je even een schoon jasje, want deze is niet echt helemaal fris meer. Die gaan in de was. Ja, ik heb wel een schone voor je. Oké. Okay. Dankjewel. Hier in Klarenbeek zorgen wij ervoor dat de kleding van onze klanten weer schoon wordt. Ja, we doen hier 110.000 kledingstukken per week, die hier gewassen en gedroogd worden en weer teruggaan aan een klant. En dat doen we hier met ongeveer 90 mensen. Wat we hier doen is het wassen van de kleding. De kleding wordt gesorteerd op welke type vervuiling het is en of het witte of bonte kleding is. En daarna wordt het gewassen in de wasbuis die hierachter staat. De kleding wordt hier aan de voorkant in de wasbuis geladen. En die wordt door de machine steeds een stap verder getransporteerd. Zodat die elke stap in het wasproces krijgt. Eigenlijk net als bij je thuis in de wasmachine. Alleen die doet dat achter elkaar. En hier gaat de partij kleding steeds een stap verder. En wat er bijzonder aan is, is dat we dat doen met water hier uit de bron van de Veluwe. Na het wassen wordt de kleding gecentrifugeerd en vervolgens wordt het getransporteerd naar de droger. En daarna naar de schone kant waar we zo meteen naartoe gaan. Na het wassen en het voordrogen gaan we hier de kleding ophangen. En de kleding wordt opgehangen zodat we hem daarna automatisch kunnen sorteren hierboven. En wat hier ook het belangrijkste is, is de inspectie of het kledingstuk gerepareerd moet worden of vervangen. Zodat een klant altijd een goed, bruikbaar kledingstuk terugkrijgt. Last van de recessie, dat heeft bijna ieder bedrijf. Waarbij ik wel moet zeggen dat voedingsmiddelenindustrie kleding die wij hier verwerken, die komt in hele grote hoeveelheden binnen. Dat valt nog wel mee. Maar aan innovatie doen we desondanks natuurlijk ook genoeg. We kunnen automatische kledinguitgiftesystemen plaatsen bij een klant. Maar wat wij de laatste jaren ook begonnen zijn, is dezelfde soort dienstverlening als we op kleding doen, om die ook voor schoenen te doen. Dus ook het verhuren van schoenen, het reinigen van schoenen, zodat die ook schoon is. We zien dat steeds meer klanten daar ook behoefte aan hebben. En die dienstverlening nemen we er ook bij op. Hier weer de laatste stap in het proces. De kleding die is op basis van de chip, het unieke nummer dat ieder kledingstuk heeft, hierboven gesorteerd. Op wens van de klant, kan op verschillende manieren zijn. En komt dan op die volgorde naar beneden toe en wordt door de vouwmachines hier gevouwen. En daarna in stapeltjes afgeleverd voor levering aan de klant. Van vuil naar schoon doet een kledingstuk er ongeveer 8 uur over in dit proces. Maar we moeten ook zorgen dat de reparaties er weer op tijd bij zijn. Vervangen kledingstukken en eventueel nieuwe kleding die klanten besteld hebben. En zo zorgen wij ervoor dat een week later al onze klanten en ook de leerlooierij zijn kleding weer compleet en schoon retour heeft. Zo, even een schoon jasje aan weer. En dan gaan we door. Deze machine
die bepaalt eigenlijk het volgende stadium. Dit is een vleesmachine, een ontvleesmachine en dit is een splitmachine. Het zijn twee machines. Aan de vleeskant van de huid, daar zitten allemaal nog resten van, van het film. Ja, vertel mij wat. En die zijn, dat is onegaal. Jij hebt het gezien. Ja. Dat moet daar verwijderd worden. Dat loopt door walsen heen en dat wordt er afgeschraapt als het ware. En dan komen ze op een transportband bij de splitmachine. Je hebt een opperhuid die wij gebruiken om leer te maken. En dan heb je de split, het onderste gedeelte van de huid. En dat wordt gebruikt voor zoolleer, wordt dat gebruikt. Maar alles wat we er afsnijden, het restafval eigenlijk van de split, dat verwerken wij zelf tot proteïne, tot collageen. En dat is een andere fabriek hier op het terrein. Die maakt daar voor de voedingsmiddelenindustrie weer een bindmiddel van. Voor in jouw bosje of hakballetje. Ja, ja. Dus alles wordt goed gerecycled. Dus alles wordt gerecycled en al die afvalstromen die worden weer hergebruikt. En er wordt weer hoogwaardig materiaal voor gemaakt. Dus deze huid is door de splitmachine geweest. Dit is de bovenkant, de nerfkant. Dit is de vleeskant. Dit noemen we de bloot. De bloot. De bloot. De bloot, zonder haren, kaal, naakt, de bloot. En dit gaat gelooid worden. In dit stadium kan die huid nog vergaan. Kan die nog verrotten. Okay. Dus het moet zo snel mogelijk het volgende vat in voor het looiproces. Nou, hier is dus een moment waar chemicaliën toe worden gevoegd in het vat. Okay. Is dit misschien iets voor jou om dat eens te doen? Lijkt me leuk, maar het is eigenlijk jouw feestje, Astrid. Dus... Nou, de eer aan jou, Jochem. Ik vind het leuk. Even een brilletje. Allemaal voor jou. Allemaal voor jou, Astrid, hè? Goedemorgen. Hier nu chemicaliën toe. Ja. En dat is één van de stadia. Dat gebeurt op verschillende momenten. En er zitten ook leidingen allemaal. Dus daar wordt ook spul automatisch gedoseerd. Ja. Hij draait weer. Dit was een onderdeel, een chemicalie voor het looien. Voor het looien? Als het klaar is, worden ze uitgestort en dat gaan we nu zien. Dus in dat vat is het weer verder. Hoe lang zit het dan in het vat? En dat is ook zeker 12 uur. Zeker dus we zijn nu 12 uur verder? 12 uur verder en dan gaan we kijken hoe het uitgestort wordt als het gelooid is. Zo. Al het water wat hier verdwijnt, dat wordt allemaal weer gescheiden opgevangen en elke afvalstroom wordt gescheiden verwerkt. En dat gaat naar onze eigen zuivering. Wij hebben een eigen zuivering buiten het dorp. Ken je zal niet meer terug, hè? Kijk, nu is het dus gelooid, geconserveerd. In dit stadium kan het niet meer verrotten. Dan kan het niet meer verrotten. Dit staat duidelijk de bovenkant, dit is de onderkant. Ja, dit is de nerfkant. En dit noemen wij de vleeskant. Dus kijk hoe groot zo'n... Als dit nu 10 jaar ligt, dan kan hij met de bal. Nou. Wauw. Zo. Hele lap. Goed nat, het grappige is, dan zou je denken... Dit is heel vies. Nee, dit ruikt goed. Bijna niet, nee. Dat is niet mijn kleur. Niet, nee. Jouw favoriete kleur, Jochem? Dit wordt ook niet de kleur, hè? Dit wordt niet de kleur. Nee. Alles is eigenlijk wet blue, ooit. En dan gaan we verder en dan komt waarschijnlijk de kleur. De volgende stap is het nalooien en vetten. Het leer een bepaalde structuur geven en een kleur. Ongelooflijk. En dan mag jij kiezen. Ongelooflijk veel zin om na te gaan looien. Jij ook? Zeker, ja. We gaan nalooien. Kinderen wassen. Ja, sorry. Ja. Doorwerken. Ja, dat komt u hier. Ja, daar gaan we. Oh nee, vooraan. Ja, die gaat beter. Nou, kijk eens, het wordt een stuk droger, hè?
Nou, zo. Kijk, hij is dus door de abmelkpers geweest. Ja. Zie dat? En nu zijn ze een stuk droger. Zo. Ja. En nu is de Wet Blue eigenlijk klaar om gesorteerd te worden. Nou gaan ze kijken van hoeveel beschadigingen zitten erin. En dan wordt het op aparte sortimenten weggelegd. Ja, ja. Nou, heb ik altijd gedacht. Een bepaald beest geeft bruin leer. Een ander ras geeft wit leer of zwart leer. Maar het is altijd dit. Wat er ook, welk dier, of het dan roodbont of zwartbont is. Je krijgt zo'n smurvenvel wat eruit komt. In gelooide toestand is het altijd deze kleur. Nou, de huiden zijn nu nagelooid en geverfd, vat geverfd. Dus de Wet Blue, die stapel Wet Blue, heeft nu een kleurtje gekregen. Ja. Die hebben 24 uur in het vat gezeten, hebben nu deze kleur gekregen, in dit geval bruin. Dit is een tafel van 45 graden, waar het leer opgelegd wordt. Het leer is heel vochtig. We gaan het leer vlak leggen. Dat het helemaal plat ligt, dan gaat de tafel dicht en wordt die vacuüm getrokken. En dan kunnen we heel snel het leer drogen. Astrid, nou heb ik nog een verzoek aan jou, want jij wilde mij graag in de put hebben. Hè? Ja. Heb ik voor je gedaan. En doe alles ik voor op je vandaag. Is dat leuk of is dat leuk? Is dat leuk of is dat leuk? Ja, dat is leuk. Zit je goed? Ik zit er nog hier nog goed. Hij bijt niet weg. Nee, ja, ik geef nu al hoogtevrees. Ik kan geen kant op nu. Ja, nu wordt het toch prettiger, hè? Ik bedoel, het is wat warmer, de geur is ook prettiger. We zitten zo'n beetje in de laatste fase volgens mij. Op de finishafdeling wordt inderdaad letterlijk de finishing touch aan het leer gegeven. In kleurtjes, in printjes, in effectjes, in glans. Printjes, effectjes? Ja, waar moet ik aan denken? Nou, we kunnen verschillende motiefjes in het leer prenten. Ja? Ja, en we kunnen kleuren eraan geven. We kunnen glimmetjes, metallic effecten, glans. You name it, en wij maken het. Hier was het een stier. Ja. En nu is het een krokodil. Kijk nou toch eens. En ik altijd heel erg trots dat mijn schoenen een achterkantje hebben. Nee, Jochem. Van krokodillenleer. Nee. En waarschijnlijk komt het gewoon uit Lichtenvoorde. Nou, dit is een mogelijkheid om een kleur aan het leer te brengen. Dat is middels spuiten. Dus dit is een spuitmachine die met 12 spuitkoppen verf op het leer spuit. Maar hij heeft al een kleur, toch? Ja, maar wij spuiten daar een effect op. Dus hij krijgt een effectlaagje. Een wolkje. De eindkleur was nog niet bereikt. Dus we spuiten nog een keer een laagje verf. Ja. Zodat echt de juiste kleur bereikt wordt. De klant heeft een bepaalde eindkleur besteld. Ja, en door nog een keer te spuiten wordt die eindkleur bereikt. Nou, het leer is nu gespoten. Het heeft de juiste kleur. En in feite is het nu klaar om gemeten te gaan worden op het eindmagazijn. Nou, dit is het eindmagazijn. Hier vindt de laatste controle plaats en hier worden de huiden gemeten. Zodat we weten hoeveel vierkante meter er op voorraad ligt of verkocht gaat worden. Zo gaan ze naar de afnemer, zeg maar de klant. En die snijdt er dan zijn delen uit. Nou, deze machine die stempelt ook de huid. Hij krijgt dus, elke huid krijgt een eigen stempel. Daarop staan het aantal meters vermeld. En we kunnen dan ook nog zien in welke week van welk jaar die gemeten is. En wat wordt er nu bijvoorbeeld van dit leer gemaakt? Nou, banken, tassen, schoenen. Zeg het maar. Stoelen? Stoelen kan ook. Ja. Ja. Echt waar? Ja. Oh, mag ik een stukje dan? Ja. Kijk, heb ik wat voor je. Dankjewel. Nou, dat is mooi leer. Daar kunnen we wel wat van mee. Nou, eerst wordt het uitgelegd op de tafel onder goed licht. En dan wordt het leer beoordeeld op mogelijke fouten. Je hebt verschillende typen leer. Dit is leer wat afgedekt is.
En daar zul je wat minder fouten in zien. Het is niet alleen kijken, maar ook voelen met je vingers. Van zit er wat in. En soms is het ook zelfs kijken aan de achterkant, omdat daar een fout zichtbaar is die je niet zo snel kunt zien aan de voorkant. Nou ja, zoals bekend, vierkante koeien bestaan er niet. Helaas. Dus je moet het inderdaad doen met de huiden die je hebt. En als er echt een lelijk gat in zit, zoals daar, heeft dan een slecht stuk in gezeten. Maar dat betekent ook dat zeg maar niet betaald leer is, omdat dat te slecht is. En het is dus inderdaad aan de stoffeerder en de leeruitsnijder om te bekijken, kunnen we dit leer gebruiken of niet. Ja, de passie voor het stofferen moet je wel een beetje in je hebben. Bij mij is het zo dat de familie die in de meubelindustrie werkt dat wel meegegeven heeft. Je bent meegegaan naar beurzen, je ziet de producten. Het is een beetje zo dat het met paplepel natuurlijk wel ingegoten wordt. Mijn vader is dit bedrijf begonnen, maar je moet het ook wel een beetje in je hebben. Ik hou inderdaad wel van mooie dingen, mooi gemaakte dingen. En meubels zijn toch vaak producten. Ja, die een bepaalde uitstraling hebben. Heel anders dan bijvoorbeeld een videorecorder of een televisie. Die bij veel meer mensen kan staan. Oké, dankjewel Henk. Het leer is dus uitgesneden, goedgekeurd. En ga dus nu hier naar de stikkerij. Alsjeblieft. En daar worden de stukken leer aan elkaar gezet. Op een manier dat het echt een hoes wordt. Zodat die hoes straks weer gestoffeerd kan worden. De stoelen kun je natuurlijk op verschillende manieren maken. Grote aantallen. Geautomatiseerd is er eigenlijk heel erg weinig. Het is altijd handwerk, veel achter de naaimachine producten maken. Het is moeilijk natuurlijk om te concurreren met China. Dus dat kun je eigenlijk alleen maar doen door de beste materialen te gebruiken, met de beste ontwerpers te werken, dat je daar een mooie stoel maakt. Dat mensen als ze zo'n stoel kopen zeggen, ja, daar kies ik echt heel duidelijk voor. Daar heb ik jarenlang plezier van en blijft er inderdaad goed uitzien. We hebben wel eens een open dag gehad, dat mensen inderdaad langskomen en dan verbaasd zijn dat het hier in Winterswijk gemaakt wordt. En zien hoeveel handelingen er eigenlijk nodig zijn om zo'n mooie stoel te maken. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, als de hoes gestikt is, dan gaat hij naar de stofferen. Die pakt inderdaad een vormschuim kuip. En die bereidt hij dan voor, zodat hij geschikt is om de hoes omheen te trekken. En dan is het inderdaad toch wel stevig werk om zo'n hoes zo strak mogelijk om de kuip heen te krijgen. En dat is wat hier gebeurt. Ja, bij deze stoel is het belangrijk, er zit een detail aan de voorkant van de rug. En die moet altijd op dezelfde plek komen. En daar hebben we iets voor bedacht, waardoor het altijd op dezelfde plek komt. Hier zit iets onder en dat is inderdaad innovatie. En met innovatie wil je voorsprong houden. Dus precies gaan we dat niet vertellen. Dankjewel. De stoffeerde schaal wordt hier gemonteerd. De onderstellen die krijgen wij aan, daar worden onderdelen op gemonteerd en gecontroleerd. En dan wordt het in elkaar gezet en dan is eigenlijk de stoel klaar. Alsjeblieft, Jochen. Ja, mooi. Dankjewel. Nou, Astrid, dat was hem dan. Een dagje op bezoek bij de Koninklijke Hulshof. We hebben het koninklijke leer zien ontstaan. En volgens mij hebben we dankzij Bob echt alle hoeken en gaten gezien van dit bijzondere bedrijf. Ja. Hebben het aan de lijve ondervonden en we hebben het ook nog eens een keer fors geroken, maar dit terzijde. Is er iets wat we misschien vergeten zijn of heb je nog iets te wensen? Nou, eigenlijk nog één klein dingetje. Ja, ik weet het niet, Astrid. Ik vind het, laat ik zeggen, ik vind het heel apart. Nou, dat is toch geweldig, Jochem? Ja? Dat was nou net dat ene kleine dingetje. Ja. Waar het nog om ging. Ja. Ja, nou ja, vooruit. Als jij er blij mee bent, ben ik het ook. Ik ben er heel blij toch? Mee. Nou, en als jij nou thuis zit te kijken en je denkt, ja, ik heb ook wel zo'n fabriek, zo'n bedrijf waar ik best wel eens een kijkje achter de schermen zou willen nemen. Nou, dat kan dus. He, gewoon mail naar firmamooibedacht@omroepgelderland.nl. En wie weet gaan wij samen op stap. En wie weet houden we er ook nog iets leuks aan over. Ik denk dat we hem toch om moeten draaien. Ik denk dat je die kont beter
aan het begin van de tafel kunt hebben.